Op 22 februari is de Gentse winnaar van I at School, een mediawijs project van REC Radiocentrum en Mediaraven, bekendgemaakt in de Gentse Hoofdbibliotheek op het Zuid. Het is een project met tablets. Wij nemen die tablets mee naar de klasse op school en dan krijgen de leerlingen workshops over bloggen, schrijven, radio maken en video maken. En daaraan is ook een wedstrijd verbonden. Alle scholen hebben een wedstrijdblog gemaakt waarop ze allerlei dingen hebben gepost. En vandaag is het hier de finale. Catnet-rapster Sien leidt de prijsuitreiking in goede banen. En zelf is al helemaal overtuigd van I at School. Ik vind het echt een fantastisch project, want zoals ik daar straks ook al zei, 10 jaar geleden zat ik in het eerste middelbaar en dan was nieuwe media een computer zonder internet en een oude videocamera. En ik vind dat fantastisch om te zien wat ze nu met die tablets kunnen. En volgens mij onthouden ze ook echt veel beter dingen die ze leren als ze dan met zo'n nieuwe media kunnen leren. I at School is een project voor jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs. De leerkrachten zijn blij dat hun leerlingen zo enthousiast zijn over het project. Zij hebben ons eigenlijk ook heel veel bijgeleerd. En dat vind ik leuk ook voor de relatie met ons leerlingen, dat zij de leerkrachten nu eens iets konden bijleren. Dat doet hen ook enorm deugd, denk ik. Onze klas heeft het project I at School als een heel uitdagend project. Een beetje competitief ook. Het was leuk om de blogs van de andere scholen te zien. Maar vooral ja, een heel leuk project om te doen. Ook de leerlingen waren heel gemotiveerd en verrasten iedereen met hun creativiteit. Ze maakten onder andere mode- en leesblogs. Ik vond het leukst om het zelf te maken en met de ideeën van de leerlingen nog een beetje meer creatiever te maken. Ja, we vonden het echt heel leuk om zo'n blog te maken over fashion. Dat waren zo interessante thema's. Ik vond de filmpjes maken vond ik het leukst en ook monteren. Iedereen heeft heel hard gewerkt om de overwinning binnen te halen. Helaas kan er maar één klas winnen en in Gent is dat het Sint-Lieves College. De andere klassen zijn een beetje teleurgesteld, maar toch blijven ze positief. Dat we het jammer vinden, ja, een beetje, maar ja, het was vooral leuk om mee te doen. Ik ben heel blij. Het Sint-Lieves College heeft een media-event gewonnen. Tijdens dit event zal ook Jim VJ en meter van I at School, Eline de Munk, langskomen om hen echte VJ-lessen te geven. Voilà, tot heel snel. Tadaa!